Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Iedereen houdt van mooi, netjes, opgeruimd huis. Maar sommige mensen zijn te ziek of te oud om het zelf te doen, hun huis schoon te maken. Gelukkig bestaat in Nederland de mogelijkheid dat die mensen hulp krijgen van de zogenaamde thuishulporganisaties. Dat zijn organisaties die betaalde krachten naar mensen sturen om hun huis schoon te maken. En vandaag heb ik afgesproken bij een van die organisaties in Amsterdam, Kordaan Thuisdiensten. Een goede dag. Goedemorgen. Hallo, ik ben Baram en jij moet Jack zijn. Ja, klopt. Ik ben Jack Blok, coördinator bij Kordaan Thuisdiensten. Onderdeel van Facilicom, een van de grootste werkgevers van Nederland. Mooi. Wat gaan we vandaag hier doen, echt in dit gebouw? Ik wil je eventjes ons kantoor laten zien, dus loop maar mee. Oké, ik volg je. Nou, Baram, welkom in ons kantoor. Ja. Ja, maar kijk, jullie werk is natuurlijk bij mensen thuis. Daar gebeurt het echt. Maar wat doen jullie hier op het kantoor? Hier wordt eigenlijk, worden medewerkers vanuit hier aangestuurd door de coördinatoren, de regiocoördinatoren, stadszorg- en evaluatiemedewerkers. En we hebben nog de service desk ook bij ons zitten. Er zijn dus heel veel verschillende functies hier op het kantoor. En daarvoor heb ik een vraag meegekregen van een nieuwkomer. Ik ben Adil uit Irak en mijn vraag is, kan ik bij jullie doorgroeien? Ja, goede vraag Adil. Er zijn zeker doorgroeimogelijkheden hier bij Kordaan Thuisdiensten. We hebben de stadszorg- en evaluatiemedewerkers, we hebben de regiocoördinatoren, coördinatoren, service desk. Dus de doorgroeimogelijkheden zijn er zeker. Ik ben ook benieuwd hoe mensen hier kunnen beginnen. En daarvoor heb ik een vraag van Farzad. Ik ben Farzad. Ik kom uit Iran en dit is mijn vraag. Wat zijn jullie werkvereisten? Werkvereisten hangt natuurlijk van de functie af. Wil je regiocoördinator of coördinator worden, dan heb je een hbo-werk of denkniveau nodig. Wil je stadszorg- en evaluatiemedewerker worden, mbo-werk of denkniveau, minimaal. Maar wil je gewoon als huishoudelijke hulpbaas aan de gang om te starten, dan vinden wij diploma's veel minder belangrijk. Wat is dan belangrijk? Dan is motivatie, gemotiveerd zijn in het werk, passie voor je werk en communicatieve vaardigheden. Dat zijn het allerbelangrijkste. En moet je goed Nederlands kunnen spreken om bij Kordaan te kunnen werken? Ja, wij vereisen wel een basis Nederlands dat je het gesprek met de cliënt aan kan gaan. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld een cliënt die dan aan jou vraagt, wil je even de keuken dweilen of wil je de woonkamer stofzuigen? Dan moet je dat wel kunnen begrijpen en natuurlijk ook dat kunnen uitvoeren. Hallo? Ik ben Fizo, ik kom uit Soedan. Mijn vraag is, hoe weet ik waar werk voor mij is? Eigenlijk hebben wij altijd vacatures openstaan. In Nederland heerst nu vergrijzing. Dat wil zeggen dat de ouderen langer thuis blijven wonen en ook ouder worden. We hebben veel ouderen in Nederland en die hebben allemaal hulp nodig. Dus wij kunnen altijd mensen gebruiken. Dat is goed om te weten. En ik heb nog een vraag over diversiteit binnen jullie organisatie. Bijvoorbeeld wat betreft culturele diversiteit of leeftijden. Ja, onze organisatie is enorm divers. We hebben verschillende leeftijden, tussen de 18 en zelfs tot pensioenleeftijd nog bij ons aan het werk. Maar ook de culturele achtergronden zijn enorm divers. Ik ben Samina, ik kom uit Pakistan. Mijn vraag is, ik ben een alleenstaande moeder van een zoon die 8 jaar oud is. Dus kunnen jullie ook een kinderopvang regelen? Helaas regelen wij geen kinderopvang voor je kinderen. Maar hier in Nederland hebben we heel veel mogelijkheden om dat wel zelf te regelen. Mijn advies is om dat eerst eventjes van tevoren uit te zoeken en even bij de Belastingdienst na te gaan welke toeslagen je recht op hebt. Want in Nederland kun je daar tegemoetkoming voor krijgen. Daarbij komt dat ons werk heel flexibel is. Je mag zelf je uren bepalen en eigenlijk kan je je uren ook helemaal om je opvang voor je kind heen indelen. En Baram. Heb je nu een beetje een goed beeld kunnen krijgen van onze organisatie? Ja, wat hier op het kantoor gebeurt, zeker. En ik ga zo meteen naar een collega van je, Vola. Hallo, goeiedag. Die werkt als thuishulpmedewerker met een cliënt om te kijken hoe het echt in de praktijk op de werkvloer eraan toe gaat. Hallo. Hallo. Daar zijn we weer. Meneer Mac en Vola, fijn dat ik bij jullie over de vloer mag komen, want ik wil weten hoe gaat dit werk echt daadwerkelijk op de vloer, hè? Ik begin met Vola, met een paar vragen. Vola, hoe ben je eigenlijk bij deze baan terechtgekomen?
ik heb 17 jaar geleden bij een echtpaar, particulier heb ik gewerkt. En hij overleed. En toen heb ik, voordat hij overleed, hem beloofd bij zijn vrouw te blijven. En toen zij overleed, toen had ik niemand meer om voor te zorgen. Viel ik echt in een gat. En toen dacht ik van, ik stuur gewoon een open sollicitatie naar Cordaan in dit geval. Dus ik ben een week later begonnen en ik ben nooit meer weggegaan. Ik ben nog steeds bij Cordaan. Ja. En welke huishoudelijke taken doe je dan daadwerkelijk bij je cliënten zoal? Ja, dat verschilt. Want er zijn mensen die zelf ook nog wel wat kunnen. Het gaat dan dus voornamelijk om de zware taken zoals stofzuigen, dweilen, badkamer, achter het toilet. Waar mensen dan moeten bukken en mensen van 93, die kunnen dat echt niet meer. Ik kan geblinddoekt schoonmaken hier. Meneer Meck, als ik vragen mag, hoe komt het dat u eigenlijk huishoudelijk hulp nodig heeft? Dat komt door mijn hernia-operatie. En wat kunt u zelf doen? En wat moet Vola voor u doen? Wat ik zelf kan doen, is mijn eten klaarmaken, mijn kleren wassen, afwassen en als ik dat gedaan heb, ook weer een beetje bijhouden. En wat doet Vola voor u? Vola doet voor mij heel veel. Dweilen, stofzuiger dweilen, dat zijn die dingen die ze meer als deel begint te doen als ze hier komt. En wat vind je zo leuk aan je werk eigenlijk? Wat ik zo leuk vind aan het werk is het contact met de mensen. Je gaat gelijk glimlachen zien. Is dat zo? Ja. Nee, het contact met de mensen. Vooral oudere mensen. Ik hou van oudere mensen. Ja. Omdat die veel te vertellen hebben. Ze hebben een verleden. En ja, ze waarderen het als je komt. En je komt daar om hun te helpen. Ja. Dus ja, dat het is heel dankbaar werk. Heel dankbaar werk. Mooi. Ja. Ja, en geldt dit ook voor u? Vindt u het ook leuk om met Vola te praten? Ja, het is soms, hoe moet ik het zeggen, het neemt toch wat van je af als je, want het is één keer de week dat ik haar zie. Ja. En de dagen daarna, dan ben ik alleen, maar dus ik vind het heel belangrijk. Weet je, dat u uw ei kwijt kan. Ja, ik kan ook uiten naar haar toe en dat weet zij en zo. Ja. Dus, en voor de rest zou ik zeggen, nou, Vola is iemand die ik nooit... Zeg maar, zou willen ruilen voor een andere. Ja. Mag je het van je overnemen? Ja, dat mag. Ja, en dan dit. Een beetje dansen noemen we dat. Kan wel naar huis. Maar het is eigenlijk best schoon hier. Nou, ik zou wel beginnen volgende week. Eerst met nat. Ja, en dan met een droge doek opmoeten. Even nat naar droog. Ja. Ja, goed boenen, niet aaien. Goed boenen, niet aaien. Mensen, niet iedereen weet hoe je moet schoonmaken. Ja, Vola, fijn dat ik zo je werk mocht zien. Ja, graag gedaan. Ik hoop dat je een beetje een goede indruk hebt gekregen van wat mijn werk inhoudt. Ja, eigenlijk wel. Ik heb dan gemerkt, het is niet alleen maar schoonmaken. Het is ook echt goed omgaan met de cliënten. Het is veel meer dan alleen maar poetsen. Ja. Dus nogmaals, ontzettend dank dat je je werk aan mij hebt kunnen laten zien. En wie weet, tot de volgende keer. Ja, wie weet tot de volgende keer. Oké, houdoe. Doei. Dag, tot ziens. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.